Kolletje en Dirk, Het Grote Ridderfeest. Geschreven door Pieter Veller en Natasha Stanford. Voorgelezen door Job Bovenlander. De stad is jarig. Kolletje en Dirk zitten op de tuinbank naast Opa's snoor. Ze hebben net limonade gedronken en een koekje gegeten. Opa heeft zijn koffie op en er hangt een druppel aan zijn snoor. Als hij hem afveegt, zegt hij: Weet jullie dat de stad over een tijdje jarig is? Ja, dat weet ik, roept Kolletje. Juf heeft erover verteld. Mijn juf ook, zegt Dirk. De stad is al heel oud. Opa Snor knikt: Hij bestaat al 750 jaar. Is dat ouder dan jij, opa? vraagt Kolletje. Oma Orcelia, papa en mama moeten daarom lachen. Ja, dat is veel ouder dan ik ben, zegt opa Snoor. Ook ouder dan meneer de Jong? vraagt Kolletje. Ja, ook ouder dan meneer de Jong. Kolletje en Dirk zetten grote ogen op. Dan is de stad heel erg oud, vindt Kolletje. Maar hoe kan een stad nou eigenlijk jarig zijn? Een stad is toch niet geboren? Ik zal jullie vertellen hoe de stad is ontstaan, zegt opa Snoor. Heel lang geleden was hier helemaal niets: alleen maar bos, heide en gras. Toen kwam er een ridder die dit een mooi plekje vond om te gaan wonen. Hij bouwde een kasteel met een gracht en een poort. Bij het kasteel kwamen andere mensen wonen. Ze voelden zich veilig bij het kasteel en de ridder. Als er gevaar was, bijvoorbeeld als er rovers kwamen, vluchtten ze het kasteel in. En zo kwamen er steeds meer mensen die hun huis bij het kasteel bouwden. Wat is een ridder? vraagt Dirk. Een ridder is een man op een paard. En hij heeft een helm en een zwaard. Hij is sterk en beschermt de mensen. Soms redt hij mannen of vrouwen die zijn opgesloten door boeven. Kolletje en Dirk denken daarover na. Kan een meisje ook een ridder zijn? vraagt Kolletje. Nu moet Opa even nadenken. Maar Oma Orcelia knikt meteen. Ja hoor, meisjes en vrouwen kunnen ook ridder zijn. Natuurlijk, zegt mama. Vroeger niet, maar nu wel. Dan ben je een ridderes. Papa pakt zijn telefoon van de tuintafel en zoekt een plaatje van een ridder op. Dat is een man, zegt Dirk. Stoer, ik wil ook ridder zijn. Ik ook, roept Kolletje. Dat komt goed uit, zegt Mama. In het park wordt volgende week een groot ridderfeest gehouden. Meneer Nelson gaat er samen met papa en buurman Harry en nog meer mensen een kasteel maken. Een echt kasteel? vraagt Kolletje verbaasd. Nou, bijna, zegt papa. We maken alleen de voorkant en we beschilderen die zodat het net een oud kasteel lijkt. Jeetje, wat gaaf zeg! roept Kolletje. Komen er ook paarden? Dat weet ik nog niet, zegt papa. Paarden zijn groot en een beetje eng, vindt Dirk. Net zo eng als geiten. Nee, juist leuk, zegt Kolletje. Ze knijpt haar ogen stijf dicht, denkt aan paarden in het park en fluistert... Katarina, Orselia, Letitia. Mama staat voor het tuinhekje. Kijk, daar loopt meneer de Jong met Doerak. Kom Dirk, zegt Kolletje. Ik wil meneer de Jong wat vragen. De kinderen hollen over het tuinpad naar de stoep. Dag, meneer de Jong, groet Kolletje. Ha, doerakkie! Het hondje springt vrolijk tegen de kinderen op en rent dan weer verder. Dag, kleine vriendjes. Ik ben niet klein, mompelt Dirk. Weet u dat de stad bijna jarig is? vraagt Kolletje. Meneer de Jong knikt. Ja, dat heb ik gelezen. Er komt een groot ridderfeest in het park, zegt Kolletje. Bent u vroeger ook ridder geweest? Tja, het leek me wel leuk werk, zegt meneer de Jong. Maar daar kon je heel weinig mee verdienen. Dus toen ben ik Timmerman geworden. Er stopt een witte bestelauto met een ladder op het dak langs de stoep. Het is meneer Nelson, de huisschilder. Hij woont nog niet zo lang in de straat, maar iedereen is dol op hem en zijn vrouw. Hij is heel handig. Hij heeft laatst geholpen met het bouwen van een carnavalswagen. Fawaka, allemaal, roept meneer Nelson. Hebben jullie al zin in het grote ridderfeest? Ja, dat hebben we, roept Kolletje. Ik word ridderes. Ik ridder, roept Dirk. Maar eerst moeten we nog een mooi kasteel bouwen, zegt meneer Nelson. Jullie helpen toch wel mee? Ja, roepen Kolletje en Dirk. Ik kom ook, zegt meneer de Jong. Dan kan ik op mijn rollator zitten en helpen met schilderen. Doerak snuffelt aan een boom en doet er een plasje tegen. Als u Doerak dan maar thuis laat, meneer de Jong, zegt meneer Nelson en hij wijst naar het plassende hondje. Doerak kijkt meneer Nelson aan en blaft. Net of hij hem begrijpt en wil zeggen: Maar mijn staart is toch een goede kwast.